De kijkcijfers zijn binnengekomen. Bijna 5 miljoen mensen die hebben afgestemd. En dat zijn er natuurlijk ook nog eens de televisietoestellen. Hè? Ik bedoel, er zaten soms misschien wat meer mensen voor een toestel te kijken. Dus het waren in ieder geval heel veel mensen die hebben gezien hoe Max won. Ja. En ja, dat heeft natuurlijk ook wel grote gevolgen voor hoe wij naar de autosport kijken. En we vroegen dat aan Jos Smulders. Hij is sportmarketeer. Wij als Nederlanders naar de Formule 1 kijken, dat is natuurlijk al 2 jaar Max eigenlijk helemaal positief geworden. Dat imago heeft echt wel een impuls gekregen. Niet alleen door hem overigens, maar ook door natuurlijk dat we dit jaar ook nog eens de Grand Prix goed georganiseerd in Zandvoort bij hebben gekregen. En de verslagleggingen, hoe dat de laatste jaren gebeurt door Sikko, dat helpt wel mee. Internationaal denk ik dat de sport iemand als Max Verstappen keihard nodig had. Want was de aandacht best wel aan het wegzakken. Ja, merk jij dat het echt de boel weer is opgeleid? Nu? Ja, je had natuurlijk Hamilton 7 keer wereldkampioen samen met Mercedes. Eigenlijk was het altijd wel duidelijk wie er won. Mm-hmm. En, het was zelfs ronduit saai een tijdje. Het was eigenlijk saai. Ja. Zelfs ik viel in slaap. Maar nu heb je dus een uitdager, een team wat sowieso, Red Bull sowieso een beetje boefje. Nou, dan hebben we natuurlijk Max er nog bij, die als jong broekie daar echt naar voren brutaal is en ja, echt laat zien, kickable. Ja. Ja. Maar nu volgde jij dit natuurlijk al die jaren, al die jaren al. Heb je ook in reacties die je van mensen krijgt, merk je dat dan ook dat het veel meer leeft? Dus dat je meer mensen er tegen je over beginnen? Nou ja, de afgelopen 2 jaar eigenlijk, daar word je er continu over aangesproken. Overigens, je ziet het ook heel erg, de jeugd vooral, die heeft Max echt een hele grote lift gegeven. Nou, en als je kinderen erover gaan spreken, ja, dan ga je zelf ook natuurlijk. Dus het is echt een gezamenlijk... Maar ook mijn moeder. Je hebt over kinderen, maar zie je, is mijn moeder. Die heb ik, denk ik, nog nooit Formule 1 gekeken. Maar die zat ook, gisteren... Dat vriendinnetje, jouw achternicht, haar moeder, Yvonne Coronel, die appt ook. Nou, dit had ik voor geen goud willen missen. Maar dat zijn allemaal dames die nooit kijken. Dus het is niet alleen de kinderen. Iedereen is nu ineens hier fan van. En ja, dat is best wel bizar. Max Mania, toch fijn. Nou,